Oh, de koffie was op. Ja, precies. En, ik had gewoon koffie nodig. Dus de koffie was op. Ja, en dan gaat je direct met z'n veren? Even lekker wandelen. Ja. We hadden sowieso al een wandeling gepland, dus dan maar even meteen de daad. Piet woord voor. Ja. Ja. Wat ziet je van elkaar? Tess mijn zoon en die twee zijn getrouwd. Dus. Oké. Okay. Ik ben de schoondochter. Ja. Schoondochter? Ja. Ja. Dus. En betekent dat ook dat je samen in de bubbel zit? Ja. Je kan het wel stellen, joh. Ja. Ja. En dat, wat betekent dat in de praktijk? Dat we vaker bij elkaar zien. Gewoon de mostergiet. Ja, de mostergiet. Ja. 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 Maar je ziet alleen even naar de supermarkt geweest. Ja, en dan zetten we ons weer binnen. En dan komen we weer nergens. En dan komen we weer naar. Nee, precies. Ja. Er is niks te doen. Hè? We moesten anders. En hoe zit het qua werk, heren? Thuis. Thuis werken, hè? Ik ben de enige die niet toe is. En ik nog op kantoor. We zijn allebei, die werken allebei nog goed. Ja. Gewoon thuis werken. Stadskantoor al anderhalf dus. Jaar. Stadskantoor in? Venlo. In Venlo. In Venlo. Dus u bent ambtenaar? Nee. Nee? Nee. Zij niet, ik wel. En hij ook. Nee, die misbare beroepen zitten toe. Ze zitten in een onmisbaar beroep. Schoonmaker. Ah. Dus. En in principe alleen maar op het stadskantoor? Alleen maar, ja, en in de brandweerkazerne in Belfeld. Oké. Okay. Dus. En dat duist je met veel plezier? Ja. Ja? Ja. Wat is er leuk aan schoonmaken? Wat is er niet leuk aan schoonmaken? Dat we de vraag hem stellen. Nou ja, ik ben zelf niet, zo'n fan van stofzuigen. Ja, maar ben ik heel eerlijk in. Ja, maar stofzuigen is niet zo moeilijk. Dat, nee, vind ik, omdat ze meters kan maken. Ik hoef nergens aan iets aan de kant te doen. Ik hoef niet op te ruimen. Ik maak alleen maar schoon. Dat is het verschil tussen toes of op de werkplek. Oké, dus als er op de werkplek in het stadskantoor in Venlo bureaus, chaotische bureaus zien. Dan geest ik hem heer. Dan geest toch niet. Het is eigenlijk flexplek. En ja, als ik niks kan doen omdat het te groot is, is gewoon een kromheer, want het is niet onze opdracht. Kijk. Onze opdracht is om het schoon te maken. En het zou schoon moeten zien, want het zijn flexplekken. Ja. Clean desk policy. Ze moeten het clean desk policy. Dan moeten ze het bureau leeghalen aan het eind van de dag. Ja. Ja. Nou, gebeurt niet altijd. Ik ken een bedrijf. Ik ken een bedrijf. En waar we alle drie veel werkzaam zien. En daar hebben ze ook flexplekken. En dat was enorm. Het was echt een Eureka-gevoel dat ons allemaal in één keer overveel. Er moesten van die zelf gecreëerde altaartjes, die moesten toen verdwijnen. Dat dacht ik dus niet. En die moesten plaatsmaken voor flexplekken. Ja, jammer dan, maar dat gebeurde dus toch niet. Dat is heel leuk en aardig, maar nee, iedereen zit op dezelfde plek. Maar je kunt geen aanspraak maken op een plek. Nee. Er is een werkplek in die zin, iedereen kan op die werkplek gaan zitten. Ja. Dus, als Emmestor zijn plasje over het gedaan en door... Ik kon er even goed mensen zitten, want het is een algemene werkplek. Ja. Het is niet zo... Kijk, maar die daadwerkelijk dat niet willen, zien er ook meteen om 7 uur 's morgens. Ja, ja, een beetje zoals de handdoek bij het zwembad lijken. Ja. Ja, dan kent ze het ook nu meer. Die angst is een ambtenaar om dieren werk. Oh ja! Als je in de tienbeurt is, is een plek weg. Oh, dat is de truc. Oké. Okay. Ja. Wie noemt ze zichzelf? Interieurverzorger? Ja. Ja. Geen poetsvrouw. Dat is... Ja, dat neem ik, joh. Het is een interieurverzorgster, ja. Oké. Okay. En geen ziet ambtenaar? Ja. Ook in Venlo? Nee, in Eindhoven. In Eindhoven? Ze is kort bij de Belastingdienst. leuker kunnen we het niet maken, ja, dit verhaal. Makkelijk. Precies. En ook echt
ook echt in de cijfers? Nee, belastingtelefoon. Dus ik krijg mensen aan de lijn met vragen over de omzetbelasting. Oké. Okay. zijn dat meestal leuke gesprekken? Ja, ik heb tot dusver alleen maar leuke gesprekken gehad. Nee, daar geloof ik niks van. Het is toch echt zo? Hoe lang doe je dat al, een week? Ik denk, zoals ik al zei, ik ben net pas begonnen. Dus okay, ik denk dat ik net 2 weken echt aan het bellen ben geweest. Maar het is ook hoe je het gesprek opneemt. Als je al met een vriendelijke, vrolijke stem opneemt, dan gaat het gesprek meestal ook vrolijk. Als je chagrijnig opneemt, dan komt het soms ook niet meer goed. Wat je uitstraalt, krijg je vaak ook terug. Precies. Als het goed is. Ja, en dat merk je aan de telefoon ook heel erg. En dat zijn hele eenvoudige dingen eigenlijk, hè? Meestal gewoon heel eenvoudige vragen. Ook omdat mensen toch even willen dubbelchecken of soms ook gewoon niet weten. En dan bellen ze na om even na te vragen en dan geef je antwoord. En dan zijn ze ook vaak al heel erg geholpen. Betekent dat ook dat je wel veel verstand hebt van belasting? Nee, op dit moment nog niet. Maar ik kan het wel de informatie opzoeken of naar de juiste collega's doorverbinden, zodat ze wel de informatie krijgen. Oké, okay, want er komt iemand met een vraag over omzetbelasting en je weet het antwoord niet. Dan ga ik het uitzoeken. Zet ik degene even in de wacht. Oké. Okay. En als ik geen antwoord kan geven, dan vraag ik na of verbind ik door. Zodat die persoon wel het antwoord krijgt wat hij nodig heeft. Maar krijg je nog wel dadelijk scholing om... Ik heb nu mijn training net afgerond. Ja? Ik ben dus nu nog eigenlijk klaar met de theorie, dus ik zit nu vooral in de praktijk. Dus wat omzetbelasting betreft ben ik klaar met de scholing. Oh, dus je weet er wel wat vanaf? Ja, okay. Klein beetje wel, ja. Maar ja, zoals ik al zei, heel veel informatie zoeken wij op in de systemen. Ja. We hoeven dit niet te onthouden, dat scheelt. Dus we geven altijd het juiste antwoord. Oké, okay. En in deze coronatijd zit je dan zit je gewoon thuis of zit je eigenlijk altijd thuis? Ik zit nu op kantoor, wel met inachtneming daarvan de coronaregels. Uh-huh. Dus de bureaus zijn in een cirkel, zeg maar, en de plek links van mij en rechts van mij, die zijn, daar mag je niet zitten, dus je hebt geen collega's direct naast je zitten. Ja, oké. Okay. En als we even aan de andere kant kijken van wat zij doet, hè, als interieurverzorger, zijn er bij jullie flexplekken? Ja. Oh, maar? Wij hebben zelf ook onze eigen laptop, ons eigen toetsenbord en apparatuur. Dus aan het begin van de dag installeer ik alles en aan het eind van de dag ruim ik de deur weg. Dus maar, ik heb niet iemand anders die met mijn laptop kan werken. Dat is gewoon echt mijn laptop. Oké, okay, maar in de praktijk zijn het dan toch vaak dezelfde mensen die op dezelfde stoel zitten? Meestal probeer je inderdaad wel dezelfde plek te vinden. Maar soms kan het dus zijn dat er wel iemand anders eerder begint en op die plek zit. En dan moet je een andere plek zoeken. Ja. Dus ik heb merk wat dat betreft, ik zit het liefste in een hoek of bij een muur dat er niemand achter me langs kan lopen. Dat was gisteren toevallig die plek weg waar ik zat, dus toen moest ik ergens anders gaan zitten, meer midden in de zaal. Daar ben ik niet blij mee, maar het is niet anders. Maar ook dat is weer een manier om mensen op tijd op hun werk te krijgen. Ja, want dan moet je een incentive geven. En wat doet, mag ik je zeggen? Ja, zeker. Wat doe jij voor... Nou, ik ben de tegenpool, ik heb een administratiekantoor. Hij is boekhouder. Oké, okay. Nou ja, tegenpool, een beetje in dezelfde tak van sport wel. Ja, maar ik word gebeld en hij zou bellen naar de belastingkantoor. Ah! Zo op die manier bedoelt hij. Ja. Nee. Maar een eigen bedrijfje? Ja, zelf. Iemand zaak. Oké, en dat gaat goed? Ja, gelukkig nog wel, ja. Nou ja, ik weet niet hoe dat in deze tijd zijn weerslag heeft op... Nou, je krijgt een hoop trieste verhalen van ondernemers te horen. Dus dat hebben we net wel, dus dat is wel... Water aan de lippen. Ja. En ondanks alle steunmaatregelen van de overheid zijn er nog heel veel kleintjes die tussen wal en schip vallen. Die gewoon niks krijgen. Het zijn vaak de kleintjes die het slachtoffer worden van de grote verhalen. Ja, dus we hebben een goed steunpakket, wordt er dan gezegd, maar er zijn er heel veel die gewoon niet in aanmerking komen. Ja. En dan krijg je je kosten niet vergoed, omdat je dan volgens de overheid te weinig kosten hebt. Maar je omzet ben je kwijt. Dan moet je toch van leven. Ja.
En daar krijg je niks voor. En ja, dat is toch wel... moet je toch maar allemaal aanhoren, ja. Ja. En wat doet u? Ik ben ook ambtenaar. Nee. Ja. Ja. Maar ik... Oh, ja, we hadden 3 ambtenaren, ja. Ja. Ja, en eentje die alles moet betalen. Ja. En ook in Venlo? Nee, ik werk... ja, landelijk zou je kunnen zeggen. Maar ik werk ik denk 1,5 jaar thuis. Vanwege de coronasituatie. Uh-huh. Ik werk voor het Rijk. Ik ben inkoop- en contractadviseur. Dus ik geef de belastingcenten weer uit. Maar wat koop je zoal in dan? Op dit moment onderhoudscontracten. Onderhoudscontracten voor alles wat vaart voor het Rijk. Niet inbegrepen de politie en de marine, maar alle gele bootjes die op de rivieren varen. Die? Ja. En de onderhoudscontracten daarvoor, ja. Die regel jij? Ja, samen met mijn collega's, maar die regelen wij inderdaad. Ja. Oké. Okay. En wat is dan het devies? Zo goedkoop mogelijk? Nee. Of zo goed mogelijk? Nee, kwaliteit. Kwaliteit? Kwaliteit, ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze tegen jou zeggen van zo goedkoop mogelijk werken, maar het moet vooral ook goed zijn. Het moet goed zijn, het moet rechtvaardiger zijn. Wij moeten natuurlijk netjes verantwoording afleggen voor het belastinggeld dat wij besteden. Dus het moet te verantwoorden zijn. En dat is dus niet altijd goedkoop of duur. Ja. Dus jij doet je werk naar eer en geweten? Ja. Heb je dan ook een technische achtergrond, dat je weet van wat is goed en wat is niet goed? Nee, maar die begin ik een klein beetje te krijgen. Daar krijgen we ook cursussen voor. En ik heb genoeg technische adviseurs achter me staan. Dus...